Welkom op dit webinar van de CBRV over robuust waterbeheer voor een goede nutriëntenefficiëntie. Ook mede mogelijk gemaakt door de brancheorganisatie Akkerbouw, waarvoor dank. Dit is weer het tweede webinar in de serie dit jaar. Ook in januari hebben we al een eerste webinar gehad. Mijn naam is Harm Brings. Ik werk bij Delphi en vertegenwoordig Delphi in de commissie Akkerbouw en volgrond groenten. En mag vanmiddag uw voorzitter zijn. Ja, in dit webinar gaat het om de vraag welke opties er zijn om de nutriëntenefficiëntie met een goed waterbeheer te verhogen. Dat is natuurlijk ook in het kader van het veranderende klimaat, hè, waarin we moeten wennen aan langere periodes van droogte, maar ook aan periodes met juist extreme neerslag. Welke maatregelen zijn er nou mogelijk om de nutriëntenefficiëntie te verhogen, maar ook de opbrengsten op peil te houden en juist de verliezen te minimaliseren? We hebben hiervoor een drietal onderwerpen op de agenda gezet vanmiddag. En we beginnen straks met een presentatie van Wijnand Sukkel over het waterbeheer op de boerderij van de toekomst. Direct gevolgd door een presentatie van Klaas Schenk, hoe Klaas bezig is met waterbeheer op zijn eigen bedrijf. Hij zal dat doen door hier vanmiddag ook live zijn presentatie te hebben, maar in verband met een bijeenkomst over het landbouwakkoord kon hij vanmiddag niet zelf hier aanwezig zijn. Klaas heeft wel zijn bijdrage vanmorgen nog opgenomen en dat filmpje kunnen we straks alsnog vertonen. Daarna komt er een presentatie van Sigrid Arends van Delphi over druppelirrigatie en vertigatie en wat dat bij kan dragen aan een grote nutriëntenefficiëntie. En als laatste hebben we de presentatie van Dirk van Balen van Wageningen, de Universiteit en Research over efficiënt nutriëntengebruik. Bij de aanmelding voor dit webinar heeft u vragen kunnen indienen. Die vragen hebben wij doorgespeeld naar de sprekers en voor zover relevant hebben ze die meegenomen in hun presentatie. Mochten er gedurende de presentatie nog andere vragen bovenkomen, dan kunt u die vermelden in de chat. En dan zullen we kijken of we die kunnen beantwoorden in het stukje discussie wat we na de inleiding zullen hebben. Mocht u technische problemen ondervinden met het volgen van dit webinar, dan is een goede tip om even uit te loggen en opnieuw in te loggen. Vaak zijn de problemen dan opgelost. Na afloop van het webinar dan krijgt u weer, zoals u van ons gewend bent, de link naar het webinar zelf en ook naar de presentaties zoals die vanmiddag gehouden zijn. Dus dat heeft u nog maar voor ons te goed. Verder kunt u ook alle informatie van het webinar terugvinden op www.handboekbodemenbemesting.nl. Daar vindt u uiteraard ook alle adviezen, landbouwkundige adviezen gericht op de optimale gewasproductie, zoals voor de CBRV's zijn vastgesteld. Ook daar vindt u tips over een efficiëntere bemesting en ook tips over organische stofbeheer en bodembeheer. Nou, verder kunt u uiteraard ons ook volgen via de nieuwsberichten op de website en via de social media die het CBRV gebruikt. Goed, dan is het nu tijd om van start te gaan met de eerste presentatie, waterbeheer op de boerderij van de toekomst. Wijnand gaat toelichten hoe dat waterbeheer op de boerderij van de toekomst is ingericht en welke maatregelen er genomen zijn om dat te verbeteren. Het gaat om cultuurtechnische maatregelen, maar het gaat ook om agronomische maatregelen. Wijnand is onderzoeker bij Wur Open Teelten hier in Lelystad. Hij is projectleider van de boerderij van de toekomst, maar daarnaast ook betrokken bij diverse onderzoeksprojecten op het gebied van duurzame landbouw, biodiversiteit, bodembeheer, biologische landbouw niet te vergeten. Wijnand, we zijn benieuwd naar jouw presentatie. Dankjewel, Harm. Ja, en in die context kennen we elkaar al denk ik ongeveer 30 jaar lang, Harm. Maar goed, we worden ook een dagje ouder. Maar goed, ja, net als ieder bedrijf in Nederland hebben ook wij op de boerderij van de toekomst grote uitdagingen. Het gaat over waterbeheer en nutriëntenefficiëntie. Dat gaat echt in samenhang met allerlei andere doelstellingen. Waterbeheer hangt nauw samen met nutriëntenefficiëntie, hangt ook samen met stikstofverliezen, hangt ook samen met fossiele energiegebruik. Want om stikstof te maken, kunnen we kunstmest stikstof te maken, heb je meer fossiele energie nodig. Heeft te maken met klimaatverandering, want lage nutriëntenefficiëntie geeft weer meer lachgasemissie onder bepaalde omstandigheden. Eigenlijk in algemeenheid zonder water, in ieder geval geen nutriëntenopname door de wortel. Planten nemen via eigenlijk het water, opgelost in water nemen ze nutriënten op. Dus als er helemaal geen water
als er weinig water is, groeit de plant onvoldoende, neemt die geen nutriënten op en heb je in feite te veel bemest en heb je een lagere nutriëntenefficiëntie. De gemiddelde nutriëntenefficiëntie, stikstofefficiëntie in Nederland is 55% ongeveer. Dus van elke 100 kilogram die je geeft, gaat 45 kilogram verloren naar het milieu, gaat de lucht in of wat ook. En soms in schadelijke samenstellingen. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja, die plant die neemt dus, kan water opnemen en nutriënten opnemen via de wortel. Maar als je naar de bodem kijkt, dan zie je dat als je te veel water hebt in die bodem, krijg je uitspoeling of denitrificatie. Denitrificatie is eigenlijk de afbraak van NO3 naar stikstofgas NO2 of naar lachgas N2O. En lachgas is weer een hele belangrijke gas in de klimaatverandering. Een sterk effect op klimaatverandering en de broeikasgasemissie. Goed, eigenlijk is het als je dus je bodem te nat is, boven de veldcapaciteit, dan nemen die stikstofverliezen sterk toe. Als je weer veel te droog bent natuurlijk, dan groeit je plant niet meer en wordt de stikstof niet opgenomen en kan die op andere momenten weer uitspoelen. Goed, die bodemstructuur en die organische stof spelen dus een hele belangrijke rol in die waterbeschikbaarheid. Een hele belangrijke daarin, iets waar we veel mee te maken hebben, ook op boerderij van de toekomst, is ondergrondverdichting. Door zware mechanisatie, ploegen door de voor. Dat geeft meer afspoeling en erosie. En je kunt eigenlijk op het plaatje wel zien dat in het rechter plaatje, voor mij rechts, zie je dat die doorworteling helemaal diep in de ondergrond gaat. En dan kun je ook voorstellen dat de wateropname ook onder droge omstandigheden veel beter is. En dat scheelt echt een factor 2 of 3. Bij wijze van spreken een 1% organische stof meer in die bovenlaag scheelt een dag extra wateropname. Hè? Dus eigenlijk is dat een extra dag waar je met weinig water toe kunt. Maar een hele goede doorwortelbare zone kan wel een week schelen. Dus die ondergrondverdichting is heel belangrijk. Maar ook nog een keer, als je daar een verdichte laag hebt, is het onder natte omstandigheden ga je weer veel meer stikstof verliezen, onder andere naar de lucht als lachgas. Dus allerlei redenen om te zorgen, ook op boerderij van de toekomst, dat we die ondergrondverdichting echt voorkomen. Nou, allerlei manieren om dat te doen. Onder andere door we werken met een rijpwatersysteem. We gaan langzaam, volgens mij kom ik daar of zo nog met een plaatje op terug. Eerst eventjes, we hebben ook te maken met de slechte waterkwaliteit in Flevoland. De noordwesthoek van Flevoland, waar we in zitten, hebben we te maken met verzilting van het grond- en oppervlaktewater. Het is zout, vooral bij ontkieming van gevoelige gewassen. We hebben zelfs een jaar gehad waar we voor onze proeven water moesten aanvoeren van het Ketelmeer met tankwagens. Nou, je kunt je voorstellen, het is natuurlijk een ontzettend kostbare zaak. En dat kan niet in normale bedrijfsvoering. Maar we hebben dus in Leeuwarden wel degelijk te maken met wateroverlast en verzilt water. Wateroverlast heel duidelijk 3 jaar geleden bij Boerderij van de Toekomst. 80 mm in een uur gehad, 120 mm in een paar dagen. En daar kon ons systeem niet tegen. Daar hebben we een aantal zaken tegen gedaan. En die zal ik nu eventjes langslopen. Hier een voorbeeld van die weersextreme wateroverlast waar we mee te maken hebben. Die strategie voor boerderij van de toekomst, deels dus in de technologie en de infrastructuur, maar ook eigenlijk in het agronomische kant. Zorg voor een goede vlakligging. Je moet geen randen langs je perceel moeten niet hoger zijn. Dan krijg je een soort zoekkom waar je water in blijft staan. Maar ook een hele belangrijke is voor ons de verbetering van de structuur en het opheffen of voorkomen van ondergrondverdichting. Dat gedaan wordt door de toepassing van lichtere mechanisatie, eventueel zelfs robots, vaste rijwatersysteem, toepassing van rupsen, minder ploegen en vermijden niet helemaal ploegen, maar minder intensieve grondbewerking. En ook vermijden van zeer late teelt. En je ziet op het plaatje een voorbeeld van onze rijpaardentrekker ook nog een keer op rupsen. Zodat we eigenlijk nooit meer, en ook de oogst gaat van het rijpaard, zodat we nooit meer in dat bed rijden en daar nooit de grond meer verdicht wordt. We kijken naar de verhoging van het organisch stofgehalte. Toch ook belangrijk voor de buffering van water door veel groenbemesters, inwerken van gewasresten als stro en organische mest. En dan de verbetering van de doorworteling. Die doorworteling is echt ook een hele belangrijke door groenbemesters, maar ook door
daar waar mogelijk al te kiezen voor goed doorwortelende gewassen en rassen. Nou, die informatie is nog niet altijd bekend van rassen, maar meer en meer zie je ook dat de verenigingsbedrijven de bewustwording van een goede doorworteling in relatie tot wateropname en nutriëntenefficiëntie een belangrijk item ook in de verenigingen worden. Daarnaast hebben we aan technische zaken gewerkt, dat is de verdubbeling van de drainage van 10, onder 10 meter, onder 5 meter. We zijn bezig met een ondergrondse wateropslag. De plannen liggen daarvoor klaar en die zullen komend jaar ook geïmplementeerd worden. Ga ik zo eventjes een einde werken aan de wateraanvoer door subirrigatie. De gedachte is eigenlijk, dat zie je op het volgende plaatje, dat als je in de winter een periode met wateroverschot hebt, dat je eigenlijk al het water via de drainage opvangt, verzamelt in een put. En nou, dat kun je lozen op het oppervlaktewater, maar je kunt het ook in de ondergrond pompen. Afhankelijk, dat kan zijn 10, 30 meter diep, afhankelijk van welke grondlagen er zijn. In die ondergrond vormt zich een bel met water die je eigenlijk daarna weer kunt gebruiken in de zomer. En wij gaan dat doen door dat water weer aan te voeren via het drainagesysteem. Klaas Schenk, het verhaal van straks, zal er ook wat uitgebreider op ingaan. Eigenlijk dat systeem van ondergrondse wateropslag werkt eigenlijk op deze manier, zoals jullie het plaatje zien. Water dat we in de winter in overschot hebben, wordt verzameld, in de ondergrond gepompt en wordt in de zomer, in ons geval via de drainage, de dubbele drainage, weer in het perceel gepompt. Maar je kunt diezelfde wateropslag ook gebruiken voor druppelirrigatie, voor je beregeningen met je haspel of een beregeningsboom. Dat afhankelijk van je situatie wat het beste past. Nou, dan ben ik mijn presentatie rond. Ik hoop dat ik binnen de tijd nog even warm. En dan wil ik graag jullie danken voor de aandacht. Ja, dankjewel Wijnand voor jouw presentatie. We hebben een paar vragen binnengekregen al vooraf. Je hebt het verhaal nu verteld over de kleigrond. Ja. Wordt er ook iets dergelijks gedaan op de zandgronden? Kun je daar iets van vertellen? Ja, er wordt hier en daar beproefd op zandgronden. Wat ik liet zien is op kleigronden en of die ondergrondse wateropslag werkt, is zeer afhankelijk van de lokale situatie. Dus je moet een aantal sonderingen doen om te kijken hoe je lagen precies in elkaar zitten of jouw grond geschikt is voor die ondergrondse wateropslag. Mm-hmm. Ik weet dat er in Zuidwest-Nederland, daar zit Klaas Schenk is aan nu mee bezig en op Texel is er uitgebreid gekeken naar die. Dus het is een vrij nieuw concept, maar niet helemaal onderproefd nog. Op onze andere locaties werken we bijvoorbeeld op Vredepeel. Ligt er eigenlijk een belgestuurde drainage waar gebruik van gemaakt wordt. Dus je kunt het water vasthouden. En dus als je te veel water hebt, niet gelijk alles afvoeren, maar als het kan, een tijdje in je systeem vasthouden. Hè, zodat je daar ook weer op een gegeven moment gebruik van kunt maken. Voor Valtermond zijn we ook gestart inderdaad met een aantal sluisjes om het water in het systeem te houden. Maar daar liggen voor boerderij van de toekomst in die regio eigenlijk plannen om te kijken of je daar waar je grond al behoorlijk inklinkt, en je ziet het in de veenkolonie, en de veenkoloniale boeren zullen dat best herkennen, dat je hele lage plekken krijgt, omdat eigenlijk het waterniveau te laag is en de veenlagen afbreken. Nou, die grond gaat zakken en die gaat steeds harder zakken. Nou kun je, en dan moet je het waterpeil op zo'n niveau houden dat die lage plekken nou niet veel te nat worden. Terwijl eigenlijk dan je hele hoge plekken veel te droog zijn. Nou, misschien kan het wel veel beter passen dat je die lage plekken dan maar inlevert, daar wateropslag maakt. En daar ligt eigenlijk plannen voor boerderijen van de toekomst in Valtermond. Om daar eigenlijk op die lage stukken die toch zakken, helemaal onder water te zetten. En dat als je watervoorraad je buffer te gebruiken. Het grote voordeel daarbij is ook gelijk dat op die plek ook die veenafbraak niet zo snel gaat. Nou, zo moet je eigenlijk elke keer regio-specifiek en zelfs bedrijfsspecifiek kijken wat daar de beste oplossing is. Oké, dankjewel. En wat je zei inderdaad van, je liet een plaatje zien, hè, de kleigrond van de wortelingsdiepte. Als je dan 1% meer organische stof was één dag extra geloof ik, ja. Of een 10%. En dan, als je dan inderdaad die wortelingsdiepte weet te verdubbelen, dan kun je misschien wel naar een week meer. Ja. Dat is natuurlijk een optie die op klei, denk ik, meer voorhanden is dan op zand. En op zand zou je misschien meer moeten hebben van toch het
verzamelen van het water wat in de winter valt. Maar ook de doorworteling op zandgrond is natuurlijk een hele relevante. En ook daar kun je behoorlijk last van ondergrondverdichting hebben. Is het ook een beetje afhankelijk van de grondslag of zoiets werkt of niet. En of dat een relevante oplossing is. Een vraag die mij altijd wel boeit. Heel pakket aan maatregelen heb je het over. Hè? Je hebt diverse maatregelen genoemd. Heb jij enige indicatie van wat dat aan investeringskosten per hectare meebrengt? Enig. Je moet rekenen dat eigenlijk die systemen voor ondergrondse waterslag, opslag en subirrigatie. Op zich, die subirrigatie in feite gaat over het verdubbelen van de drainage in dit in ons geval. Plus de verbinding van een drainagebuis. Zodat je, het is eigenlijk relatief goedkoop. Maar als je ondergrondse wateropslag erbij doet, nou even om je een indruk te geven voor onze locatie. We zijn nu bezig om het voor 60 hectare in één keer te ontwerpen. Dat gaat over een investering nu van een paar ton. Maar dat is een experimentele optie. Dus, en het is vrij nieuw. Ik vermoed dat als die techniek wat verbeterd is en wat verder uitgewerkt is, dat het een stuk goedkoper kan. En of dat uit kan op je bedrijf, is natuurlijk ook afhankelijk van de meerwaarde van je gewassen. Hè? Dus als je alleen maar granen teelt, ja, dan lijkt het me niet verstandig om dat te doen. Als je vrij veel rooige vruchten, uien en peen op een keer erbij hebt, dan kan het al veel makkelijker uit. Omdat daar de opbrengstwerving, dat kennen we allemaal, ook in de uien, ook in het zuidwesten. Nou, die kan heel erg stevig zijn natuurlijk. En dan kun je het wat sneller terugverdienen. Dus ook daar, we zullen voor onze aanleg van ons systeem ook een economische evaluatie doen. Op basis van eventueel geschatte opbrengstwervingen, opbrengstvermeerderingen enzovoort. Ook daar hangt het ook erg van je bouwplan en je regionale of lokale situatie. Goed, dan zullen we daar over een paar jaar nog even op aanspreken. Heb ik nog één vraag die uit de chat haal? Kun jij beschrijven hoe de stitch efficiency wordt gedefinieerd? Ja, dat is in feite, je kunt het op verschillende manieren definiëren, maar heel eenvoudig eigenlijk is de hoeveelheid stikstof die je aanvoert op je bedrijf, gedeeld door de hoeveelheid stikstof die je, de hoeveelheid stikstof die je afvoert, gedeeld door de hoeveelheid stikstof die je aangevoerd hebt, maal 100. Okay. Dus in feite het percentage van de stikstof die je aangevoerd hebt, die je weer afvoert in je product, in je oogst meeneemt. Die staat in de chat voor Nederlandse landbouwtaal, ligt die ongeveer op 55% op dit moment? Ligt ongeveer op 55%. En dat zou dus inderdaad ruimte voor verbetering. Ja, voor de akkerbouw, voor de akkerbouw is dat overigens afhankelijk van welke. Is die 75% helemaal niet onhaalbaar? Kijk, als je een hele goede vruchtbare bodem hebt, goede bodemstructuur, is dat goed haalbaar. Maar dit is een gemiddelde over Nederland. Ja, oké. Okay. Goed, in ieder geval de stip op de toekomst van 55 naar 75. Wijnand, dankjewel voor je bijdrage. Dan gaan we nu naar de bijdrage van Klaas Schenk, waterbeheer op Hoeve-Lotmeer. Klaas zal de aanpak op zijn eigen bedrijf presenteren. En toch wel bijzonder denk ik van dit bedrijf is een beetje tegen de ontwikkelingen in. Heeft Klaas zijn bedrijf juist kleiner gemaakt, van 80 hectare naar 30 hectare. En zich helemaal gespecialiseerd op hoogwaardig pootgoedteelt. Waarbij je uiteraard het maximale uit de teelt wil halen. En daarbij onderzoekt en investeert hij ook flink in waterbeheer. Nogmaals, Klaas kon hij niet zelf zijn vanmiddag, maar hij heeft zijn presentatie vanmorgen opgenomen. En dat filmpje zullen we nu gaan afspelen. Ja, goed, goedemiddag. Ik mag jullie vanmiddag wat vertellen over hoe wij het waterbeheer op ons bedrijf hebben ingericht. We hebben een akkerbouwbedrijf in Annapolona, dat is de kop van Noord-Holland. Dat is een boerderij op zavelgrond, dus gewonnen uit de Waddenzee. Een voor onze regio traditioneel bouwplan met pootaardappelen, zaaiuien en graan voor vermeerdering. Wij doen sinds het begin van dat ik zelf boer ben, dat is begin 2000, aan actief bodembeheer. Dus dat betekent vlaklegging, drainage en veel aanvoer van organische stof in de vorm van vaste mest. Shampoost en compost. Daarnaast hebben we nog een tak van energie. Dat winnen we uit wind en zon. En we doen nog wat samenwerkingsverbanden. Vooral op het gebied van verwerking van aardappels bij ons op de locatie. En daarnaast zijn we sinds 2020 begonnen met het project Zoetwaterboeren. Waar ik jullie in het vervolg wat meer over ga vertellen. De aanleiding voor de aanpassing van het waterbeheer ligt vooral in de verandering van klimatologische omstandigheden. Dus langere periodes van droogte. Vooral vroeg in het jaar, dus in de tijd dat we onze gewassen eigenlijk toevertrouwen aan de grond.
En langere periodes van nattigheid in de tijd dat we de producten weer proberen te oogsten. Daarnaast speelt bij ons in de regio de beschikbaarheid van zoet water, wat wij krijgen uit het IJsselmeer. Ook op die langere droge periodes wat parten. Wat betekent dat de verzilting eigenlijk toe kan slaan bij ons in de polder. En daarnaast de wensbeelden die op ons afkomen vanuit de overheden. Die krijgen ook al meer onmiddellijke invloed op mijn bedrijfsvoering. En daarmee ook op mijn verdienvermogen van mijn bedrijf. Dus ook het risico. En de beschikbaarheid van nutriënten uit meststoffen. Kunstmest is gewoon duur. Vaste meststoffen liggen we toch wat verder van de bron af dan menig ander akkerbouwgebied. Dus dat is iets waar we wel rekening mee moeten houden. En daarnaast heb ik nog een persoonlijke wens om zo zuinig mogelijk met alle input eigenlijk in ons bedrijf om te gaan. En we focussen ons dan wat meer op water en nutriënten. Ik heb in 2020 mijn bedrijfsvoering wat omgegooid van een standaard mechanisatie eigenlijk naar vaste rijpaden. Dat doen wij op 1,83 meter. Dat is bij ons in de buurt nog een redelijk normale spoorbreedte vanuit de bollen vandaan. Maar dat betekent ook dat we met lichte machines en lichte trekkers heel veel van de werkzaamheden kunnen doen. We doen dan minimale grondbewerking. Ploeg is weg. En jaar rond bedekt staat op de slide met een vraagteken. Dat is een van de grotere uitdagingen om in het voorjaar mijn groenbemesters eigenlijk fijn genoeg te krijgen om daar weer een gewas in te kunnen planten of zaaien. We telen op onbereden bedden. Dat betekent dus dat het teeltbed eigenlijk onbereden blijft door de vaste rijpaden. Dat geeft een betere verdeling van planten op een hectare. Je ziet mijn aardappelbedden met 3 rijtjes op een bed staan. Dat is een onderlinge afstand van 44 centimeter. En dat geeft dus een kilometer of 3 meer rijen eigenlijk op een hectare. En dat geeft een betere plantverdeling. En in de pootgoedteelt betekent dat ook een beter eindresultaat. Dat we meer aardappels in de pootgoedmaat kunnen afleveren. Daarnaast willen we graag irrigeren met eigen water. Ik zal straks zeggen hoe we dat doen. En ik wil graag de mogelijkheid hebben om mijn teelt meer te sturen. Dus eigenlijk hetgeen wat in de glastuinbouw gebeurt, te vertalen naar open teelten. En daarnaast vind ik het van belang dat we zoveel mogelijk mogelijkheden ontdekken voor natuurlijke plaagbestrijding. Er staan hier 2 voorbeelden genoemd. Maar daarnaast met een minimum inzet aan chemie, die ik wel keihard nodig heb als gangbare akkerbouwer, wel zoveel mogelijk de mogelijkheden ontdekken om met natuurlijke plaagbestrijding tot een goed eind te komen. Je ziet hier een klein plaatje van de teeltechniek of de planttechniek eigenlijk. Een relatief nieuwe machine vanaf de Wulf. Een beddenplanter. 3 rijtjes in een bed op 1,80 meter spoor. En daarna wordt meteen de druppelirrigatie gelegd, waar ik straks nog wat zou uitleggen. Dit is het eerste jaar geweest. Inmiddels hebben we de aanleg van de druppelirrigatie losgekoppeld van de planten. Vooral om de arbeidsdruk in die planttijd wat te verkleinen. Begin 2020 begonnen met het project Zoet Waterboeren. Dat houdt eigenlijk in dat we aan het onderzoeken zijn bij onze boerderij naar duurzame agrarisch waterbeheer. Dat houdt in vasthouden van het regenwater in het perceel door de drainage die aangepast is. Samengestelde drainage, zoals dat wordt genoemd. Als dat niet meer past in het perceel, slaan we het overtollig water op in een bassin. En als de vergunningen verleend zijn dit jaar, kunnen we het ook injecteren in de ondergrond, zodat we onze eigen zoetwaterbel kunnen gaan creëren. En die dan in de tijden van droogte, in een ander teeltseizoen of in een ander deel van het jaar, weer te kunnen gebruiken in de teelt van de aardappels en de uien. Dat doen we spaarzaam gebruik van water en energie. Dus we beregenen elektrisch, we pompen alles elektrisch, opgewekt uit de zonnepanelen. En daarnaast gebruiken we druppelirrigatie om met zo min mogelijk water het grootst mogelijk effect te krijgen. Dat alles moet resulteren eigenlijk in een autonoom en adaptief aan gewasgroei en weersverwachting systeem. En dat is een ultiem doel. Daar zullen we in de PPS van 4 jaar niet naar het eind komen. Maar ik ben nog van plan wat langer te boeren. Dus het is een ongoing proces eigenlijk. En we zijn
binnen NPPL aan het zoeken naar te kijken of we dat de gewasgroei en de waterbehoeften van onze gewassen real-time kunnen meten en daar ook water op kunnen gaan geven. Dat is nog niet helemaal in kannen en kruiken, maar we zijn op de goede weg. Hier zie je een klein schemaatje van hoe we dat ingericht hebben op de twee percelen van mijn bedrijfskavel. Het is eigenlijk een tweewegsysteem. We houden het water vast in de winter in het perceel. Als dat niet meer past, sturen we door de hoofdwaterleiding die we hebben aangelegd, gewoon PVC, richting het bassin. En de bassin is eigenlijk de buffer in de winter voor de injectie eigenlijk in de ondergrond. En in de zomer om vanuit de ondergrond in de bassin via het pomphuis naar de hoofdwaterleiding weer het water terug te krijgen in de percelen. De percelen kunnen we dan beregenen door een snel systeem via druppelirrigatie. Dan kunnen we er ook nog nutriënten aan toevoegen. En het langzame systeem is dan via het aanvullen van de ondergrondse drainage, dus het samengestelde drainage, dat we ons grondwaterpeil kunnen verhogen en daarmee de vochtbehoefte van het gewas te voeden, maar ook de verzilting tegen te gaan in de drogere tijden. Dat kunnen we doen in blokken van ongeveer 2 hectare en dat geeft veel flexibiliteit. We hebben vorig jaar de eerste samengestelde drainage aangelegd. Dat is relatief simpel gebeurd. Dus de bestaande drainage is aangepast aan een samengestelde drainage. Redelijk kosteneffectief en geeft ook meteen eigenlijk resultaat in de beschikbaarheid van zoetwater in de wortelzone van je gewassen. Ik zei al, we proberen het adaptief te maken, dus we moeten heel veel meten. Dat doen we op dit moment door sensoren te plaatsen. Sensoren zijn een vrij dure oplossing voor een heel klein meetbereik. Dus dat betekent dat je alleen maar meet op de plek waar je de sensor zet. Dat doen wij door middel van 4 sensoren op het hele bedrijf. Dus dan heb je 1 sensor per 7 hectare. En daarnaast zijn we aan het onderzoeken hoe we met behulp van satellietbeelden kunnen kijken hoe de gewasgroei is en daar een berekeningsadvies op te laten berekenen. Dus het betekent nu dat we elke ochtend om 4:30, 5 een berekeningsadvies voor die dag krijgen voor de 2 gewassen die we volgen. Hier zien we nog een plaatje van hoe we de beddenteelt eigenlijk in de praktijk hebben. Links de aardappels, waar we de spuitspoor nu aan het inzaaien zijn met een ander gewas. Dat hebben we het eerste jaar gedaan. Daarna zijn we gewoon weer doorgegaan naar volledig bedekken eigenlijk van het perceel met hetzelfde gewas. En de uien telen we met 7 rijtjes in dit plaatje en inmiddels met 6 rijtjes op een bed van 1,80 meter. Waarin 2 tot 3 druppelslangen eigenlijk in liggen om de waterbehoefte de waterbehoefte aan te vullen van dit gewas. Dus naast mijn akkerbouw zie ik nu water ook als een gewas. En zo behandelen we het ook. We oogsten het, we slaan het op en we monitoren het. We kunnen zien dat het laatste stukje van Klaas' presentatie net niet helemaal gelukt is. Jammer, maar goed, hij heeft denk ik wel goed zijn verhaal kunnen vertellen. En hoe hij bezig is en de eerste ervaringen met waterbeheer op zijn bedrijf. In zijn verhaal werd ook een van de vragen die nog in de chat naar binnen kwam ook beantwoord, denk ik, van heb je een vergunning nodig voor ondergrondse wateropslag? Hij gaf aan van ik heb de vergunning binnenkort hopelijk beschikbaar, dus dat is inderdaad een ja. En ik weet niet de staat van waar moet je allemaal rekening mee houden met welke regelgeving. Ik weet niet of iemand van jullie daarover iets kan vertellen. Een van de 2 andere inleiders kan daar iets van vertellen, Wijnand. Waar krijg je mee te maken als je water wilt opslaan in de ondergrond? Ja, dat gaat nog niet vanzelf. Sowieso de waterschappen zijn er nog niet mee gewend om mee te werken. Dus je moet echt samenwerken met ook de provincies. Waar de vergunningverlening precies ligt, voor hier zal dat provincie zijn. We trekken nu samen op met provincie en waterschap. En dat is een traject van 3/4 jaar om dat allemaal rond te krijgen. En dat heeft inderdaad Klaas ook mee te maken gehad in die vergunning. De provincies en de waterschappen kennen dit nog niet goed. Het kan hartstikke positief uitpakken voor ze. Maar, want het kan uiteindelijk in een heel gebied, als meerdere boeren dat doen, ook inderdaad de verzilting tegengaan. Hè? Ja. Waar men heel erg bang voor is, en dat is wel een hele belangrijke, en dat heb ik niet genoemd en Klaas ook niet genoemd, is dat men erg bang is dat er
verontreinigd water, gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in de ondergrond gepompt worden. Daarom gaat er ook hier, wij gaan er een filtersysteem aan koppelen. Om eigenlijk te zorgen dat we geen verontreinigd water in de ondergrond hebben. Dat is eigenlijk een belangrijke. Dat zullen we ook moeten aantonen dat dat helemaal schoon is. Maar daar is voor de vergunningverlening de vergunningverlener erg bang voor. Bijvoorbeeld. Dankjewel voor deze nabrander nog, Wijnand. En dan is het nu tijd om naar de volgende presentatie te gaan over druppelirrigatie en vetigatie. Dat gaat Sigrid Arends ons presenteren. Sigrid is adviseur bij Delphi in Noord-Nederland en expert op het gebied van pootgoed, van zelfs vrijlevende aaltjes en druppelirrigatie. Ik weet dat jij zelf op je bedrijf ook al de nodige ervaring hebt opgedaan met het druppelirrigatie. We zijn heel benieuwd naar jouw verhalen, Sigrid, en met name ook de praktische aspecten van wat betekent het nu als je met druppelirrigatie aan de gang gaat. Dankjewel, Harm. Ja, ik wil vanmiddag even wat verschillende aspecten met jullie doorlopen met betrekking tot druppelirrigatie en vetigatie. Wat is het eigenlijk? Waarom in de open teelten? Wat zijn de ontwikkelingen in de laatste jaren geweest? Waar staan we nu? Hoe ziet het er eigenlijk uit? De combinatie met vetigatie? Wat voor impact heeft het op je emissie? En ja, wat kost het eigenlijk met elkaar? Allereerst even voorstellen. Ik ben Sigrid Arends, adviseur bij Delphi, Noordoost-Nederland. En specialist, zoals Harm het al aangaf, water, pootgoed en irrigatie. Ik ben zelf ook akkerbouwer in Warstermolen. En dat ligt natuurlijk in Friesland. Ik ben met mijn bedrijf voorloopbedrijf met betrekking tot perceelsemissie. En sinds 2013 hou ik me bezig met irrigatie en vertigatie op eigen bedrijf. Maar ook binnen Delphi met verschillende onderzoeken op verschillende locaties. En het zoet water oogsten en opslaan in de ondergrond. Daar ben ik sinds 2018, 2019 ook mee bezig. Samenwerking met Acacia Water, ook op eigen bedrijf. Druppelirrigatie is een nieuwe trend in de open teelten. Waarom? De grond wordt schaarser. Het klimaat verandert. Water wordt ook schaarser, helaas. Mestbeleid wordt scherper. En als je die punten bij elkaar pakt, in hoeverre is dan druppelirrigatie en vetigatie misschien wel een oplossing? Nou, de media schrijft er ook de laatste jaren eigenlijk steeds meer over. Drupirrigatie staat op doorbreken, heeft een toevlucht in combinatie met zonnepanelen. Maar ja, waarom eigenlijk druppelirrigatie? Vanuit Delphi hebben we gekeken vanuit de ervaring van de kassenteelt en de bomenteelt. En natuurlijk ook wereldwijd. En daar voeding geven waar de plant het vraagt. Het is eigenlijk een hele efficiënte methode om water en meststoffen te geven. En vanuit de literatuur hebben we eigenlijk ook kunnen besparen op water van 40% tot 60%. Ik moet wel zeggen dat door de jaren heen de ervaringen daarin wel verschillend is. Ook met name op welke grondsoort je zit en ook welke gewassen je irrigeert. We kunnen met irrigatie toch wel duidelijk meer opbrengst aan behalen. En ook voor sommige gewassen een betere kwaliteit. Als je combinatie pakt met vertigatie en dus het mest meegeven met water, kun je opbrengstverhoging realiseren van 20% tot 50%. En door de jaren heen hebben we ook kunnen zien dat irrigeren een soort isolerende werking heeft. Dus bij vorst dat je dan de temperatuur kunt dempen, zeg maar. En bij hele hete periodes dat je dan ook echt de grond koeler kunt houden en ook je gewas. Wat we ook hebben gezien is dat de bodem zich eigenlijk als het ware een spons gaat vormen bij toepassingen van irrigatie. Ja, hoe zijn die ontwikkelingen in de laatste jaren geweest? Nou, ik ben zelf in 2013 gestart met verschillende onderzoeken over heel Nederland. En we zijn dus nu ongeveer 10 jaar verder. We hebben onderzoek gedaan op verschillende gronden en met verschillende waterkwaliteiten. Met name eerst gekeken, kennis opdoen over de techniek.
Toen ik mijn eerste inleiding heb gehouden bij onderzoek en bij de praktijk, werd veel de opmerking gemaakt van, ja joh, we hebben onderzoek gedaan, was erg kostbaar, is echt voor de open teelten niet een issue. En nou zijn we 10 jaar verder en in die 10 jaar hebben we heel veel kennis kunnen opdoen. En met name op water, waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit. En daarnaast ook gekeken van, joh, kun je naast water ook meststoffen meegeven? Nou, daar is nu kennis van in huis. Dat wordt op de praktijk eigenlijk ook al toegepast. En we zijn de laatste 3-4 jaar ook bezig met chemigatie. Chemigatie is eigenlijk toevoegen van gewasbeschermingsmiddelen door de drip heen, zeg maar, door de tape. En ja, is dat effectief en kunnen we daar goede successen mee halen? En het allerbelangrijkste waar veel telers naar vragen is natuurlijk ook, ja, wat kost het eigenlijk allemaal met elkaar? En heb je daarin dan ook een rendement? Ja, waar staan we nu? Het is een groeiende markt. De ontwikkeling rond irrigatie en vertigatie is nog steeds doorlopend. Elk jaar hebben we weer nieuwe verbeterpunten, zeg maar. Wat we zien is dat het wordt toegepast op plekken waar water schaars is in hoogsalderende gewassen. Uien, bordendappelen, consumptie aardappelen, pioenroos, lelies, peen en in de blauwe bes. Daar waar ook water schaars is, zien wij, en met name bijvoorbeeld in provincies Overijssel en Gelderland, dat men ook gaat kijken naar irrigatie in bijvoorbeeld snijmais. Zowel driptape in het gewas als ondergronds. Dus irrigatie, dat kunnen we met elkaar eigenlijk wel concluderen, is erg interessant voor de gebieden waar krapte is aan water. En als je gaat irrigeren, is het ook met name nog erg belangrijk dat je gaat kijken naar kwaliteit van het water. Want je ziet toch op sommige plekken, en Klaas noemde het net eigenlijk ook al, brak water en verzilting is een issue, maar ook ijzer in het water. Wat men gebruikt is toch wel een zorg van aandacht. En we zien ook door de jaren heen dat in het begin, toen we zijn begonnen met vertigatie, en we kijken nu waar we staan met vertigatie, dat is de mogelijkheid van stoffen, de meststoffen die we hebben, zijn beter toegepast op de open teelt. Dus ook die ontwikkelingen die staan niet stil en gaan alsmaar door. Dat hebben we natuurlijk nodig. Toen we zijn begonnen 10 jaar geleden, toen hadden we eigenlijk qua leveranciers 2-3 partijen die hier in Nederland aanwezig waren. En je ziet nu toch wel echt een groeiende ontwikkeling, zowel landelijk maar ook regionaal. Ik heb hier een paar partijen in de presentatie meegenomen. Nou, broerenvereniging, daar hebben wij vanuit Delphi heel veel onderzoek mee gedaan. Ik zie ook bij telers dat de IRI-drip van Thames wordt toegepast. Torro-slangen worden onderweg ook wel ingericht. Netafim-slangen. Wat vooral is eigenlijk de laatste jaren meer in de aanbieding. En ook sinds de laatste 2-3 jaar zien we toch in open teelt dat Rivulus-slangen ook een nieuwe markt opzoekt in de open teelten. Maar ga je op internet kijken, Alibaba levert ook en de Wildkamp ook. Ja, hoe ziet dat er nou uit? Nou, dit is een plaatje in de podendappelen op mijn akkerbouwbedrijf. En hier zie je dat de tape in iedere aardappelrug aanwezig is. Ik werk met druppelirrigatie, waarbij ook een klein labyrintje in zit, waarbij je dus ook efficiënt de druppel daar geeft, daar waar die afgegeven moet worden. En ook in de hoeveelheid per uur. Nou, subsurf is eigenlijk druppelirrigatietape dat in de grond wordt aangebracht. Hier is een voorbeeld van de blauwe bes. En de blauwe bes heeft op elke 3 meter van elkaar afliggend, op 45 centimeter diep, een dripslang. En daarmee wordt water gegeven. En het water in combinatie met de meststoffen gaan eigenlijk met de capillaire werking en het opzuigen van door de wortels gaan de voedingsstoffen met het water naar de plant. Nou, een voorbeeldje van in de uien. Hier zie je dan dat de 2 tapes in 1 bed liggen. Klaas Schenk noemde net, hij had 3 tapes op een bed, uienbed. En zo kun je zien dat op elke grondslag
En afhankelijk van je bedbreedte een afweging moet maken van, heb ik 2 tapes op een bed nodig of 3. Nou, dit is een voorbeeld van een AUT'er die brengt de driptape aan in de grond. Wij hebben ervaringen dat de driptape goed werkt op 2 centimeter, maar ook op 5 centimeter en ook zelfs 10 centimeter diep. Het is ook een beetje van, wil je nog mechanische onkruidbestrijding toepassen, dan is het toch wel raadzaam om de tape wat dieper weg te leggen. Dit is dan in de lelieteelt en in pionrozen. Nou, naast de tape heb je natuurlijk te maken met een stukje aansturing. Aansturing staat vaak in containers of midden in het veld of bij de locatie van de ondernemer op het erf. Linksonder zie je een container met ook IBC-vaten. Nou, in dit voorbeeld zijn het de IBC-vaten waar dan zoet water in zit. Maar je kunt daar ook meststoffen, een A- en een D-vat, gebruiken voor je meststoffen mee te geven. Nou, rechtsonder zie je een aansturingssysteem. En met het aansturen kun je verschillende kraanvakken op verschillende momenten gewoon bedienen. En het werkt ook zelfs op afstand effectief. Veel wordt er geïrrigeerd gewoon met brandstof, met een aggregaat. Maar je ziet steeds meer een toename van zonnepanelen. Het nadeel daarvan is dat je zonlicht nodig bent. Dus heb je gewassen water nodig of een meststof, dan zul je op dat moment ook afhankelijk zijn van je zonlicht. Maar verder werkt dat effectief. Nou, voorbeeld van hoe wordt het eigenlijk gelegd. Er zijn verschillende technieken, afrolsystemen. En je ziet ook dat ondernemers en mechanisatiebedrijven daar toch best wel verschillende uitvoeringen in hebben. Maar wil je daarmee beginnen, kijk om je heen en anders Google en je vindt leveranciers die hiermee bezig zijn. Ja, hoe wordt het opgeruimd? Ik merk nog wel eens dat ja, je hebt toch wel tape op je land liggen. Hoe ruim je dat op? Nou, vaak is het gewoon met de machine. De een is wat creatiever dan de ander. Links heb je een voorbeeld van de aardappelrooien. Dat is bij mezelf. En ik rooi gewoon de bek zeg maar naar beneden. En dan gaat de tape helemaal door de machine heen. En dat ligt als een bultje op het land. En dan rol je dat later op. Ja, en dan wordt het gerecycled. De recycling is nou eigenlijk sinds de laatste 2 jaar eigenlijk een mogelijkheid. Daarvoor was het echt afval en nou ja, dat stond je ook wel eens wat tegen. Maar ik ben blij dat we nu kunnen recyclen. Ja, drip, hè, water geven, maar daarnaast ook vertigatie, kunstmest meegeven. Of het is niet alleen meer kunstmest, maar wij hebben ook al ervaring mogen opdoen met vloeibare organische mest. En daarin zien we toch ook wel positieve resultaten, met name in de meeropbrengst van het product. We zien ook efficiënt watergebruik, vervroeging van het gewas. Dus als je gaat irrigeren in combinatie met vertigatie, kun je het gewas naar voren halen in je oogstmoment. Wat wel belangrijk is, is dat je, als je gaat irrigeren, dat je toch eigenlijk echt naar de teelt moet gaan kijken. Bij poderdappelen bijvoorbeeld is het echt een systeem geworden. In de droge jaren hebben we de meeste invloeden. He, kun je het meeste sturen, kun je het meeste rendement eruit halen. Maar we hebben ook gezien dat in de tijden van dat het nat is, dat je toch wel met de meststoffen een meerwaarde kunt geven. Water geeft eigenlijk al effect, maar in combinatie met de meststoffen maken we de verschillen groter. De vraag is nog wel van, kan druppelirrigatie meerwaarde geven voor toepassing van chemie? Wettelijk gezien mag het in de open teelt nog niet. Het moet allemaal met toestemmingsverklaring. Met de resultaten die ik er nu van zie, dan zijn er voor sommige gewasbeschermingsmiddelen best wel kansen om het met een druppeltape aan te brengen. Maar er zijn nog echt wel stappen voor nodig. Ja, dan toch ook even bij het onderwerp van vandaag met betrekking tot de meststoffen, hè, de emissie. Heeft een druppelirrigatie meerwaarde met betrekking tot emissie, minder afspoeling van? Nou, hier is een plaatje links irrigatieveld en rechts een haspelveld. Nou, we zien gewoon met haspelen dat je gewoon in korte tijd veel water geeft en daar moet je bodem maar op kunnen handelen. En met irrigeren gaat het gewoon rustiger.
En ja, zoals ik al aan heb gegeven, is dat de bodem gedraagt zich in principe veel meer als een spons. Dat heb ik uit verschillende objecten, zowel zandgrond als klei, mogen ervaren. Bodem kan beter een forse bui handelen. Dus ook stel je hebt al een paar weken gewoon geïrrigeerd, dus gemiddeld genomen 2 mm water gegeven. En je krijgt dan een bui van 20 tot 30 mm. Dan zie je gewoon dat die bodem handelt dat gewoon beter. Kan het beter opnemen en houdt het ook langer vast. Ja, een bijdrage aan optimale benutting van de gewasbescherming en inzet van mineralen. Nou, even bijna tot aan het eind de kosten. Hè? Want ja, wat kost het eigenlijk? Nou, het is natuurlijk afhankelijk van je ligging. Heb je gerend perceel? Of wat tape gebruik je? Gebruik je tape wat eenjarig is of gebruik je meerjarig? Daarnaast heb je natuurlijk een vaste investering. Hè? Dus je hebt de hoofdleidingen, je hebt een aansturingspaneel. Nou, de driptape gewoon op hectare niveau, wat je gewoon als slang in het land legt, varieert tussen de 700 en de 1300 euro per hectare. Dan heb je nog de vaste kosten, hè? Dus aggregaat of zonnepanelen, aansturingspompen en hoofdleidingen. Dan zit je toch, als je uitgaat van 20 hectare, ongeveer op een 150 euro per hectare. En dan moet je toch denken aan een stukje afschrijving van 5 jaar. Ja, fertigatie. Fertigatie is aanbrengen van duurdere meststoffen. Je kunt naar minder. Maar meststoffen zijn in verhouding toch wel iets duurder. En ook het systeem voor de aansturing van fertigatie kom je in totaal uit ongeveer op een 800 euro per hectare. Ja. De resultaten wat je eigenlijk met irrigatie en met vertigatie hebt, is dat je meer opbrengst kunt halen in aardappelen, polderappelen, zeker ook met name als je nou gaat poten. In de uien hebben we de laatste jaren kunnen laten zien dat je meer opbrengst hebt. Je kunt je gewas vervroegen. Ja, en ook qua kwaliteit heb je gewoon meer te halen. Wat moet een gewas meer opbrengen en kostendekkend zijn? Nou, bij uien, als je uitgaat van 15 cent, dan ben je toch wel 15 ton per hectare aan kilogram opbrengst nodig. Maar ja, met de prijzen van nu, 60 cent, heb je al aan 4 ton voldoende. Pootgoed, zou je 30 cent krijgen, dan zou je ongeveer 7500 kilo extra moeten oogsten om de kosten eruit te halen. Samenvattend. Druppelirrigatie en vertigatie is een teelwijze die binnen de open teelt een positie in gaat nemen. Bij schaarste aan water gaat het proces sneller. Beschikbaarheid van water is echt wel een aandachtspunt en ook de kwaliteit van het water. Bij hogere opbrengsten en ook als je hogere prijzen hebt voor je producten gaat het proces sneller. Het aanleg is nog wel arbeidsintensief en ook nog wel eens een afweging om niet te doen. En de monitoring zou nog wat efficiënter kunnen. Ga alsjeblieft niet voor het goedkoopste, want daar zijn al een heleboel de mist in gegaan. Ga een offerte aanvragen, vraag dat eens bij een deskundige na. En ja, in sommige wassen is het ook het effect minimaal. Bijvoorbeeld zet maar aardappelen, doen we nou een paar jaar. En dan zien we toch dat zulke gewassen het aardig kunnen compenseren. En er zijn ook gewassen die, of rassen die daar uit eigen kracht al wat meer mee kunnen doen. Dus verdiep je daar ook eerst even goed in. Veel informatie staat op YouTube. Dus Google maar gewoon eens even. Dit kunnen jullie later terugkijken. En daarbij wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht. Ja, Sigrid, jij ook bedankt voor je heldere presentatie. Ik heb nog wel een vraag voor je. Je gaf aan dat je gemiddeld ongeveer 2 mm per dag heeft. Maar hoe bepaal je dat? Wat is de range en hoe bepaal je hoeveel water er nodig is? Ja, nou even, hè, ik praat dan over 2 mm per dag kleigrond. Mm-hmm. Dat doe je, hè, in principe is het zo, als je gewoon gaat irrigeren, of je nou op zandgrond zit, leemhoudend zand, of grofzandig of klei, dan start je altijd een uur, doe je het systeem aan en dan ga je kijken hoe gedraagt de bodem. En bij irrigeren is het zo dat je maakt een soort lensbel in de bovenlaag. Daar gaat het om. Op grofzandige gronden, dan zakt het vrij snel door.
Dus dan is het belangrijk dat je korte tijd iets geeft en dan even stop en dan weer wat geeft. Op zandgronden irrigeer je zeg maar ongeveer 4 tot 6 mm. Op kleigronden irrigeer je 2 tot 4 mm per dag, maar soms ook om de dag. Ik heb geleerd dat de mijngronden, lichtzadelige grond in combinatie met de hele zware kleigrond, ik toch echt wel om de dag moet irrigeren. En dan een kwartier geef ik en zet ik hem aan, dan laat ik hem even uit. En dan na een half uur zet ik hem even weer aan, zodat je toch over de hele dag hem even aanzet en dan toch 2 mm geeft, maar de dag daarna doe je even niet en dan wel weer. Ja, okay. Ja. Een beetje vingerspitsengevoel. Ja, het eerste jaar hebben wij het gewoon ook zonder sensoren gedaan. Ik laat Schenk gaf ook aan, je bent sensoren nodig. Mm-hmm. En het eerste jaar dachten wij van nou, we kunnen het op boerengevoel doen. Maar we hebben wel geleerd dat je sensoren nodig bent om te geven dat wat het gewas het vraagt. Okay. En ga je het op je boerengevoel doen, dan geef je toch automatisch te veel. En de mensen die eigenlijk beginnen met irrigeren, die geven altijd te veel. Ja. Okay. Je moet het echt leren. Ja. Blijf door voor het gebruik van sensoren. Ja. Okay. Dan zag ik nog een getalletje staan op jouw slide van die kosten van vetigatie, €800. Ja. Is dat nou extra of is dat het totaal? En mag je daar nog de kosten van standaard bemesting aftrekken? Of is het een meerprijs? Het is de meerprijs voor de installatie en de meststof. Oh, het totaal. Ja. Okay. Ja, dat was die €800. Dus voor extra, en je bent een extra units nodig, extra aansturingssysteem en dan de meststof. Oké. Okay. Ja. Het gaat niet alleen om de meststof, het gaat om de totale plaat. Ja. Dan is dat ook helder. En dan maakte jij nog een opmerking over het kunnen recyclen van de slangen. Ja. Je gaf ook ergens aan in je slide van kosten van je kunt kiezen voor eenmalig, je kunt kiezen voor meerjarig. Ja. Als je meerjarig kiest, dan hoef je niet veel minder te recyclen. Waarom is de keuze bij jou uitgekomen bij eenjarig? Ja, nou, omdat ik de pootgoedteler ben. Ik irrigeer op kleine schaal in hoogwaardige plantgoed. En dan verplaats je elk jaar hè, met je gewas mee, zeg maar. En ik heb de tape, zeg maar, in de rug. Dus als je hem dan er weer uithaalt, nou, je zag het net, hè, het plaatje van de rooimachine. Dan ga ik voor eenjarig. Ja. En ook met betrekking tot versmering, eventueel bacterie. Dan lijkt het me toch beter om het niet te doen. Maar je ziet met name bijvoorbeeld in de pionroos, uienteelt, dat men goede ervaringen heeft om het gewoon te hergebruiken. Maar dan moet je ook echt naar een kwalitatief betere tape gaan. Een dikkere tape. Ja. Goed, ook daar weer situatiespecifiek. Ja. Goed. Nogmaals bedankt, Sigrid. Mag ik misschien nog wat antwoorden geven? Want je had zo net wat meer vragen. Ah, ik heb nog wat ervaring vanuit ondergrondse zoetwateropslag. Over het vergunningstraject. Is het zo dat je oogst zeg maar in de wintermaanden, mm-hmm. maar een waterschap vindt dat toch eigenlijk wel een issue, want je gaat onttrekken van hun water. Dus hoe meer mensen dus water gaan oogsten in de wintermaanden, ga je ook hun water onttrekken. Dus het is niet alleen de vergunning van wat stop je in de ondergrond, en dat is best wel een dingetje, maar het is ook van hoeveel water ga je dan oogsten in die maanden. Mm-hmm. Dus dat is nog iets. En ik ben op mijn eigen bedrijf nu een paar jaar bezig om te kijken om 20 hectare zodanig in te richten en dan met drainage dan in de ondergrond weg te pompen en dan met een pomp weer oppompen en dan voor irrigeren en dan kan ik 40 hectare irrigeren. Er ligt een offerte van ongeveer 8 ton. 8 ton? Ja, en ik heb een bedrijf van 100 hectare, dus ik ben nog wel een beetje aan het zoeken van ja, ga ik dat doen wel of niet? Ja. Alleen bij mij is water heel schaars en ja, je moet toch, hè, zoals Klaas Schenk ook zei, het is een nieuw gewas en je moet daar goed mee naar kijken. Nou, ik ben benieuwd of je investering gaat doen of niet, maar dat horen we later. We zijn druk aan het onderzoeken. Zo. Ja, helemaal goed. Goed, Gerrit, nogmaals bedankt. Ja, dan, graag gedaan. Gaan we nu naar de volgende inleiding. Praktische watermaatregelen voor efficiënt nutriëntengebruik van Dirk van Baal. Ja. Ook werkzaam hier op de Burg in Lelystad. Overzicht van waterbeheersmaatregelen op gewas, perceels en bedrijfsniveau, waar je morgen mee aan de slag kunt om nutriëntenefficiëntie te verhogen.
Terk, we zijn ook benieuwd naar jouw verhaal. En ja. Dan ben ik wel benieuwd naar hoeveel millimeters kun je daar nou mee winnen met al die maatregelen waar jij iets over gaat vertellen. Ik hoop dat ik je daar antwoord op kan geven, Harm. Heel goed. Welkom allemaal. Ik hou dit verhaal vanuit de PPS Klimaatadaptatie. Dat is een PPS die kijkt naar maatregelen die we kunnen nemen om klimaatverandering voor te zijn. En er zit een hele duidelijke link met de nutriënten en met de groei van de gewassen. En er zit dus ook heel veel overlap met de verhalen van de vorige sprekers. Eigenlijk moet je ervan uitgaan dat als je een betere waterhuishouding hebt, je ook een betere nutriëntenbenutting hebt. Daar gaat eigenlijk, dat is een beetje de rode draad van het verhaal. Aandachtspunten zijn dat je eigenlijk moet zorgen dat je op het perceel zoveel mogelijk water vasthoudt. Dus je moet zorgen dat het water zoveel mogelijk in de grond kan trekken. Daar hoort ook afspoeling bij, voorkomen dat het water van het perceel afspoelt. En bij die afspoeling kun je dus wel grond meenemen als gewasbeschermingsmiddelen, maar natuurlijk ook nutriënten, waar we het vandaag over hebben. En je moet ook bedenken dat als je een betere beworteling hebt, dat het gewas dan ook meer nutriënten kan opnemen. Nou, we hebben in de PPS klimaatadaptatie een aantal maatregelen die we testen. Nou, één belangrijke is het voorkomen en opheffen van ondergrondverdichting. We kijken naar het toepassen van groenbemesters. Optimale vochtvoorziening. Dat is dan bijvoorbeeld druppelirrigatie. We kijken ook naar erosiestoppers, vooral een aardappelteelt. Vaste rijpaden of onbrede beddenteelt op breedspoor. En hoe je de waterinfiltratie in de bodem kunt verbeteren. Allereerst het voorkomen en opheffen van ondergrondverdichting. Ik zet er vooral ondergrond even in dikke letters neer. Het gaat vooral over de grond onder de bouw voor. En dat heeft eigenlijk twee effecten. Nou, enerzijds heb je een effect dat die planten gewoon slechter groeien. Dat zie je eigenlijk in het veld al heel snel. En ze groeien slechter omdat ze minder vocht en nutriënten kunnen benutten. En dat vertaalt zich in een opbrengstdrijving van ongeveer 10 tot 40%. 10% dat zou bijvoorbeeld over een heel perceel kunnen zijn. Maar er zijn ook vaak plekken in het perceel, noem maar kopakkers, waar je misschien wel tot 40 of misschien wel 60% opbrengstderving kunt hebben. Dus als je die beworteling kunt verbeteren, dan kunnen de wortels ook veel meer nutriënten die in de grond aanwezig zijn en vocht benutten. Dan heb je nog een ander effect en dat is het effect van de verminderde infiltratie. Ik noemde net al dat je eigenlijk moet zorgen dat dat het water goed in de grond kan infiltreren en eigenlijk ook het grondwater dieper in de diepere lagen kan aanvullen. Als je verdichting hebt, dan zie je eigenlijk dat het water wat sneller van een perceel afspoelt en eigenlijk minder goed in de ondergrond kan indringen. Nou, dus dat moet je eigenlijk zien te voorkomen, want het water wat van een perceel afspoelt, kan ook weer nutriënten meenemen die je dan verliest. Ga je groenbemesters telen, dan bescherm je de bodem. Dat is eigenlijk vanuit de PPS klimaatadaptatie is dat het nut van de groenbemester. Bescherming van de bodem om te zorgen dat je erosievermindering optreedt en dat ook het water beter kan infiltreren. Maar met een fatsoenlijke geslaagde groenbemester kun je ook 30 tot 60 kilogram per hectare stikstof besparen. Afhankelijk van welke groenbemester je hebt. Of je hem in het najaar vernietigt of in het voorjaar vernietigt. Dus dat is, dat is best een aardige hoeveelheid die je kunt besparen hierop. Plus aanval van organische stof. Ook weer afhankelijk van de groenbemester natuurlijk. Wat 500 tot 1100 kilogram effectieve organische stof per hectare. Verder zien we vaak dat je met een groenbemester inderdaad de verslemping kunt verminderen. Infiltratie neemt toe. Meer stikstofbenutting. Kun je bewerkstelligen, omdat de planten die daarna groeien meer stikstof kunnen benutten. Wil je nou weten welke groenbemester past op je bedrijf en wat de groenbemesters allemaal doen? Kijk op het handboek groenbemesters, de link die staat onder in het beeld. Daar vind je van alles terug over het type groenbemester en wat ze allemaal voor je kunnen betekenen. Nou, het optimale seren van de vochtvoorziening, druppelirrigatie, vertigatie, ik denk dat we daar al genoeg over gehoord hebben.
Een van de onderdelen die we in onze PPS behandelen, is kwaliteit van beregeningswater. Dat is een proef die ligt bij Delphi, die wordt gecoördineerd door Delphi in de Veenkoloniën. En daar wordt gekeken wat de kwaliteit van beregeningswater voor effect heeft op je gewasgroei. Nou, kwaliteit van beregeningswater denk je natuurlijk al snel aan water met een hoog EC-gehalte. Maar ook ijzer, te veel ijzer in het water, kan ook behoorlijk effect hebben, omdat het een aanslag geeft op je blad, waardoor je gewasvitaliteit achteruit gaat, je gewas eigenlijk eerder afsterft, minder goed groeit. En dat heeft ook weer invloed op mineralenbenutting, want je opbrengst gaat omlaag. Nou, Wijnand noemde net al even over de nutriënten, de stikstofefficiëntie. Je moet gewoon zorgen dat je zo hoog mogelijke opbrengst haalt met zo min mogelijk input. Dus daar kijken we ook naar van wat daar de effecten van zijn van de kwaliteit beregeningswater. Nou, vooral met verzilting en toename van het EC in bron- en oppervlaktewater wordt het ook wel steeds meer een issue. Dan hebben we nog het punt van voorkomen van erosie. Nou, er wordt vooral in de noordelijke zeeklei gekeken bij pootgoedbedrijven. Vooral ook op daar wat slemgevoelige gronden. Van hoeveel water kunnen we nou vasthouden op het perceel, als we zorgen dat het water niet meteen tussen de ruggetjes wegspoelt, maar op een of andere manier wordt tegengehouden. Nou, daarvoor worden wat proeven gedaan met erosiestoppers. Dus eigenlijk kleine dammetjes tussen de aardappelruggen in. Dat is een systeem wat in Zuid-Limburg op de hellingen eigenlijk veel beproefd is. Nou, je ziet dat je ongeveer 2 mm water kunt bergen per regenbui. We zeggen van ja, 2 mm dat is niet zoveel, maar het is wel zeg maar met iedere bui. Je kan toch wel wat extra water vasthouden. Er zit een limiet aan, want als je een hele erge regenbui hebt, dan zullen die dammetjes ook eigenlijk wegspoelen. Dus eigenlijk ook meteen een soort beveiliging dat het water niet op het land blijft staan. Maar een beetje water hou je in ieder geval al wat vast. Daardoor heb je minder afspoeling, betere benutting nutriënten. En in Zuid-Limburg hebben ze gemeten dat ze ongeveer 4% meer opbrengst kunnen realiseren met dit systeem. Wijnand heeft ook al even genoemd het systeem van onbereden bedden. Klaas Schenk ook. Hè, onbereden bedden, vaste rijpaden. In Friesland noemen ze breedspoor. Nou, wat het belangrijkste daarvan is dat je de bodemverdichting voorkomt. Hè. Dus je rijdt niet meer over die bedden waar de aardappels, nu in dit geval aardappels groeien op het plaatje. Betere waterinfiltratie, want je hebt eigenlijk ongestoorde grond. Daardoor betere beworteling, betere mineralenbenutting en ongeveer 6 tot 10% hogere opbrengst. Ook wel afhankelijk van het gewas. Dan kun je ook nog bedenken van nou, hoe kunnen we ook nog op een andere manier de waterinfiltratie verbeteren. Nou, dat is in dit geval door het verlagen van de oppervlaktespanning. Dat is een middel transformer. En dat zou kunnen betekenen dat je oppervlaktespanning vermindert, dat het water makkelijker in de grond kan dringen. Nou, minder afspoeling, betere nutriëntenbenutting. Tot nu toe kwam uit onze proeven nog niet zoveel naar voren. We hebben het geprobeerd. Dit is een plaatje in Limburg. Dit is dan wel na een regenbui. We hebben dat geprobeerd om dit uit te testen op een helling afgelopen jaar, maar het was een droge zomer. Dus we hebben geen afspoeling gehad, we hebben het niet kunnen testen. Maar we gaan verder bekijken wat we hiermee kunnen. Maar het zou dus ook nog een toepassing kunnen zijn. Dus in plaats van een mechanische toepassing, toepassen van een product. Andere maatregelen waar je aan zou kunnen denken, dat is eigenlijk, ja, ik noem het maar, verruigen van aardappelland. Dat is bijvoorbeeld een woeltand tussen de ruggen. Nou, ik kan me voorstellen dat als je pootgoedteler bent en je hebt allemaal dammetjes tussen je ruggen staan en je wil met je selectiewagen het land op om je aardappels te selecteren, dat je daar niet blij van wordt met dat gehobbel. Nou, daarom hebben ze in noordelijke zeeklei hebben ze bedacht van nou, als we nou een woeltand tussen de rug doortrekken, bijvoorbeeld na het frezen van de ruggen, dan hebben we in ieder geval een betere waterinfiltratie. Nou, dat lijkt tot nu toe best goed te werken. Je moet in ieder geval zorgen dat het water goed de grond in kan dringen. Dan een toepassing die in Zuid-Limburg verder getest wordt,
Dat is eigenlijk het verruigen van de aardappelrug, echt op de rug, dus niet tussen de rug in, maar op de rug met gieterrollen, waardoor je dus eigenlijk een grove structuur krijgt, waardoor het water ook makkelijker de rug in kan lopen en dan op die manier ook het water op het perceel kan houden en voorkomen van afspoeling. Al deze maatregelen die ik net ervoor, een heel aantal van die maatregelen die ik net noemde, die hebben we vastgelegd in factsheets. Waarin eigenlijk aangegeven wordt van nou, wat doen al die maatregelen ten aanzien van het droger wordende klimaat, het natter wordende klimaat, eventueel opwarmen van het klimaat. Deze factsheets die hebben we in 2021 opgesteld en wij zijn nu weer 2 jaar verder en we gaan deze factsheets zien. En die worden, nou, als ze klaar zijn, worden ze ter beschikking gesteld aan jullie. Dank jullie wel. Oké, Werk, jij ook. Bedankt voor je presentatie. Ja. Ik heb nog een andere vraag voor je. Je zei van met die drempeltjes kun je ongeveer 2 mm per bui vangen. Als je nou 's morgens vroeg om 12 uur en een 6 uur een bui hebt, dan heb je dus 6 mm gewonnen. Maakt dat zo zien? Ja, zo zou je het kunnen zien. Nee, ja. Dan lijkt het natuurlijk, 2 mm lijkt het niet veel. Klopt. Als je na een droge periode, wat regenachtige periode krijgt, dan kun je natuurlijk best wel aantal millimeters. Ja. Maar krijg jij 40 mm, dan zijn de drempeltjes weg. Dus, precies, dan hoef je ook niks meer te doen. Ja, precies. Ja. Klopt. Goed, dankjewel. Ik denk dat we nog aardig in de tijd zitten dat we misschien nog een paar andere vragen zouden kunnen beantwoorden. Wat mij een beetje bekroopt naar aanleiding van deze discussie, en ook de opmerking die Sigrid maakte, van wie is nou eigenlijk dat water wat op mijn land zat? Het gaat dan via de drains weliswaar richting de sloot, maar mag ik dat dan opvangen? Of krijg ik dan met het waterschap die maakt en zegt nee, maar dat is mijn water. Ik weet niet of iemand jullie er wat van kan zeggen. Er was ook nog een vraag in de chat van zijn er ook subsidies om dit soort systemen aan te kunnen schaffen. Dus drip met solar en wat daarbij hoort. Nog een vraag over welke meststoffen heb je dan over als je aan het vertigeren bent. Gaat het over N, gaat het over P, gaat het over micronutriënten. En zijn er naast kosten ook nog voordelen aan verbonden? Want ook als je met een knol gaat berekenen, dan heb je dieselkosten, arbeidskosten dus. Misschien dat de inleiders allemaal nog even hier naar voren kunnen komen, dat we deze vragen nog even bij de kop pakken. Voor wie is nou het water? Wie durft er wat van te zeggen? Wijnand, ik vind dat jij daar eigenlijk wat van zou moeten zeggen. Van vinden. Ja, ik weet niet, wat de regelgeving daar precies over zegt. Ik kan me voorstellen dat als het in de ondergrond terechtkomt, dat in feite daar het waterschap wel wat over te zeggen heeft. Maar in feite wat je alles... Kijk, als je in je drain, wat mij betreft, als je het in je drains opvangt en je kunt het gelijk opslaan. Zeker, je zegt dat Klaas een bovengrondsopslag heeft tijdelijk. Ja. Wij hebben ook een bovengrondsopslag. Jullie hebben jij misschien ook een bovengrondsopslag. Wat je op je daken opvangt en zo. We hebben hier ook een paar duizend kub wateropslag hier liggen. Alles wat hier op de erven en de daken valt, wordt verzameld. Dat is natuurlijk je eigen water. Ja. De discussie begint inderdaad in die ondergrondse wateropslag. Want van wie is die ondergrond? Ik weet niet wat ik zag dat de regelgeving erover zegt, maar het is in ieder geval zo dat, maar dat heb ik ook aangegeven van het begin af aan, je natuurlijk dat samen met het waterschap moet aanpakken. Er was nog wel een andere vraag. Wat kan ik zo wat zeggen? Oh, ik weet niet of jullie daar wat op aan te vullen hebben, maar dat is, ja, ik weet niet precies hoe het wettelijk geregeld is. Niet. Ja, nou ja, als je water onttrekt uit de bodem, hè, dus als je een put zou slaan, dan ben je provinciaal niveau bezig. En ga je iets doen met pijlbestuurde drainage of water oosten van je land, dan is het waterschap, hè, wat jij ook zegt, daarin toch wel de partij die je daar erg graag in mee wil sturen en ook vergunnings moet afgeven. Dus provinciaal is voor de ondergrond en bovenlangs is zeg maar waterschap. Okay. In ieder geval wel een punt van aandacht ook als heel veel mensen hier mee slag. Ja. Misschien dat jij nog wat kunt zeggen over welke meststof je dan gebruikt, Sigrid? Nou, het zijn vaak combinatiemeststoffen. Hè? Dus het is niet, dat wilde ik eigenlijk in het begin heel graag, dus dat ik gewoon alleen maar stikstof geef, zeg maar, dat ik gewoon alleen maar de stikstofvariant kan geven. Nou, en dat werkt met verticatie niet, je hebt dat een combi nodig. En dan geef je vaak
stikstof met magnesium of kalium met magnesium. Je hebt vaak een combi in die zin. Fosfaat is wel enkelvoudig. Maar ook door de tijd heen zie je wel dat de meststoffen eigenlijk in wezen beter worden en meer gericht op de vraag. Dat is in ieder geval waar ik mijn ervaringen heb. Ik weet niet, misschien heb jij nog ervaringen? Ja, maar je ziet met al dit soort systemen, voor de wereld is het nieuw, irrigatie is een stuk nieuw, ondergrondse wateropslag. De ervaringen nemen daarin toe. En kosten en toepasbaarheid en de middelen die je daarvoor kunt toepassen, dat wordt eigenlijk beter. Dan het vraag over de subsidies. Ik weet niet of iemand daar nog wat over kan zeggen. Zijn er subsidies? Ja, ik zag bij de Vierenland bijvoorbeeld voor subirrigatie een subsidie. Ja. Er zijn subsidies hier en daar. En ook daar is een ontwikkeling in. Ja, we hebben net de POP3 variant aanvullend. Hè, voor bedrijven, zeg maar, reageren van. En hoe kun je je bedrijf klaarmaken voor klimaatverandering? Nou, die is net gesloten, maar daarin was ook de mogelijkheid om voor irrigatie en systeem een subsidie te krijgen. Waterschappen, inderdaad. Er gaan straks bij verschillende waterschappen ook weer wat trajecten lopen. Kijk daar ook naar. En soms provinciaal. Ja, en je hebt natuurlijk ook de fiscale voordelen. Mm-hmm. En je ziet bijvoorbeeld in Noord-Nederland een opkomst van veel meer irrigatie en uierpercelen. Waar anders al het altijd een issue was van, nou, wij gaan niks doen. Nu krijgen we heel veel vraagstukken van telers die zeggen, we willen graag irrigeren in de uien. En dat komt gewoon puur door de marktprijs van de ui. Ja. En dat het gewoon zo'n investering gewoon wel makkelijker uit kan. En dat ze het zonder subsidie doen. Ja, oké. Okay. Maar ook de moeite waard om te kijken van waar eventueel subsidiemogelijkheden liggen. Ja. Dan misschien nog de laatste vraag. De voordelen van ten opzichte van arbeid en kosten. Dus je hebt wel iets over de kosten gezegd van het hele systeem. €800 per hectare. Ja. Zit daar ook nog ergens een voordeeltje aan? De ervaring is gewoon dat je legt het één keer aan. Mm-hmm. En dat je dan gewoon makkelijk kunt sturen op weer wat je krijgt. En op de meststoffen toedienen wanneer je het gewas het vraagt. Mm-hmm. En dat kun je alleen in principe doen. Als je gaat haspelen bijvoorbeeld, als je daar het vergelijking mee maakt. Dan wil je vaak twee mensen nodig die in het seizoen door gewoon de haspel verplaatsen. Mm-hmm. Maar met irrigeren weet je gewoon welke perceel je hebt. En als je een goed systeem hebt, dan is de aanleg en het opruimen wel arbeidsintensiever. Maar dan tussendoor is het gewoon rustgevend. Ja. Je drukt op de knop en hij gaat. En als je maar geen storingen hebt, dan werkt dat. Okay. Ja. Nou, goed. Dat we hier niet aan ontkomen. Gezien echt de extremere omstandigheden waar we steeds hebben, daar moet je als teler wat mee. Kijk, tenzij je alleen maar granen teelt, bij wijze van spreken, waar je hetzelfde, maar bij de hoogzaldierende gewassen, kun je je niet meer permitteren, denk ik, om daar helemaal niks mee te doen. Of je moet echt in een hele gunstige situatie zitten. Maar je ziet in heel veel regio's, Zuidwesten met de verzilting, Noordelijke Zeeklaar. Je kunt je risico's niet meer nemen, denk ik. Goed, nou. Laten we hiermee dan dit webinar afsluiten met nogmaals een dank aan de inleiders. En dan rest mij nog om jullie ook allemaal te bedanken voor het deelnemen aan dit webinar. Goede presentaties gehad, denk ik. Leuke discussie daaromheen. Nogmaals, de link naar het webinar en ook naar alle presentaties van vanmiddag wordt jullie de komende 2 weken toegestuurd. En ook nog een keer misschien de herhaling dat alle informatie te vinden is op www.handboekbodemenbemesting.nl. En je kunt de CBV natuurlijk ook volgen op de sociale media. Hiermee wil ik graag afsluiten. Nogmaals allemaal bedankt en tot een volgende keer.